Een plugin waarmee je verschillende spotlights kunt maken en ze ook kunt laten bewegen, dat kan met deze plugin. Hallo allemaal en welkom terug bij The Belgium Games. Vandaag ben ik hier met een nieuwe plugin tutorial en vandaag ben ik hier met de plugin Lux Plus Making Spotlights in Minecraft. Dit is een plugin die je toelaat om spotlights te gaan maken in Minecraft en dat ga ik jullie vandaag eens een keertje laten zien. O oh jawel, we gaan dat een keertje laten zien. Ui. Deze plugin is aangevraagd geweest op mijn aanvragen website. En hier staat hij namelijk: Zou je een keer Lux Plus plugin kunnen reviewen? Het is een plugin waarmee je mooie spotlights kunt maken. En hieronder staat hij nog een keer: Zou je deze plugin eens willen behandelen? Lux Plus, dat is namelijk deze plugin die ik vandaag aan jullie ga laten zien. Nu, ik wil erbij zeggen: Dit is een betaalde premium plugin. Dus als je op de link gaat klikken, moet je, dan heb je een account nodig van Spiegelt voordat je op deze. Wat was mijn stem aan het kraken? Van Spiegelt, want dan pas kun je op deze pagina komen. Het is 6,55 euro en wacht tot het einde op mijn reactie van deze plugin, wat ik van deze plugin vind als je hem wel degelijk moet kopen. Je kan de plugin dus afhalen met de eerste link hieronder in de beschrijving. Je koopt dan daarna de plugin of je wacht deze tutorial af en daarna klik je op het Download Nou knopje. Je kan spelen van 1.14 tot 1.16. zoveel en ik speel vandaag in Minecraft versie 1.16.4. Maar laten we een keer beginnen beginnen met naar Minecraft te gaan en als ze Minecraft gaan zie je al een voorstelling van lasers of spotlights die je kunt maken en we hebben hier al verschillende soorten staan. We hier als eerste een spotlight. Dat is namelijk deze. We hebben hier ook een spotlight die Dubbel is geworden tijdens de nacht, blijkbaar. En we hebben hier ook nog een ander soort spotlight dat je met effecten kunt doen. En dan heb je een soort van. Ja, ja je kan dus zelfs een soort regengordijn maken. Dat kan je dus ook met deze. Nou, laten we direct gaan invliegen. Hoe maken we nu zo'n spotlight? Eigenlijk is dat niet zo moeilijk, maar vrij spot gemakkelijk. Hahaha, <laughs> spotje. Yeah. Ja, <laughs> als we namelijk het hoofdcommando spot of eigenlijk alle andere subcommando's gaan gebruiken, en met, sub, met spot help krijgen we alle uitleg van de verschillende commando's. Dit zijn alle commando's die ik een keertje over ga gaan voor met ja, eigenlijk uh, deze tutorial. Trouwens, als je toch nog meer informatie wilt hebben over de plugin, dan kan je naar de. <coughs> Wat was dat? <laughs> Trouwens, als je nog meer informatie wilt hebben over de plugin... kan je ook altijd naar hun Wikipedia-pagina gaan. Hier staat namelijk LuxPlus Usage. Hier heb ik eigenlijk alles uitgehaald. En ook een speciale Visite ParkPlus Wikipedia. Ze hebben blijkbaar met SB Development ook een samenwerking. Dat wist ik niet, totdat ik de plugin-tutorial aan het voorbereiden was. Maar ja, ParkPlus MC komt binnenkort ook in deze, ja, op dit YouTube-kanaal. Dus dat kunnen oh, jullie ook verwachten. Maar, laten we nu een keertje eentje gaan aan. Maken. Nu, er zijn drie verschillende types van spotlights. We hebben hier al eentje, dit is type 1, dit is type 2 en dat is type 3. Type 1 is de endkristal en dat is letterlijk de endkristal die je gaat gebruiken als een spotlight. Ja, dat is dat dan. Type 2 is eigenlijk de Guardian Beam en dat is gewoon letterlijk van de Guardian overgenomen. En type 3, dat is hierachter, dat is eigenlijk gewoon een bepaald effect met behulp van particles. Daar kan je ieder particle gaan gebruiken van in Minecraft. Trouwens, ik wil jullie ook extreem hard bedanken, want dankzij jullie donaties kan ik deze betaalde plugin tutorials doen. Nu, hoe maak je zo'n spotlight? Heel eenvoudig, je doet het met slash spot of slash spotlight. Dan create. Vervolgens geef je een naam naar keuze. Ik neem bijvoorbeeld YouTube. En dan kan je één van de drie opties kiezen. Ik ga nu eventjes Enderkristal nemen en zelfs de particles. Want bij de particles heb je nog meer nodig. Eventueel kun je ook nu nog coördinaten meegeven. Doe je dat niet, wordt die gespawnt op de plaatsen dus hier. Daarna kun je ook nog coördinaten meegeven, maar dat ga ik eventjes niet doen. Ik wil die spawnen op mijn plaats. Eén nadeel, de endercrystal wordt wel meegespawned en je kunt er ook nog altijd links op klikken. Vind ik best vreemd, want het laat nog altijd alles ontploffen rondom jou. Waarom? Geen idee. Wil je eentje maken met eender welke particle zoals hierachter, dan doe je dat eigenlijk als volgende. En om dus zo een particle spotlight te maken doe je slash spot create de naam en dan particles en we klikken dan op enter. Maar Jens, hoe voegen we nu een particle toe? Want ik wil die particle gaan gebruiken. Heel eenvoudig, we doen dat volgende met slash spot data. Vervolgens de naam uit jouw lijst, dat was YouTube 1. Dan kunnen we particle aanduiden en hier krijgen we alle particles in te staan. Zoals compost, composte crimson, spore, critical bijvoorbeeld. Ik neem die nu als voorbeeldje. En dan kunnen we nog een bepaald aantal extra dingen toevoegen. Als je een particle kiest waarvan je de kleuren kunt aanpassen, kan je dat nu doen. We kunnen de helderheid meegeven, bijvoorbeeld 10 en een rood, groen, blauw. 115, 201, 118. Ik denk niet dat deze kleuren heeft, maar ik klik er gewoon op en hop, deze is aangemaakt. Dus tegen deze is de particle aangepast. Maar Jens, ze staan er precies niet echt of ze schijnen niet. Dat klopt, want we moeten dat nog aanzetten. Om dit op te zetten kan je eigenlijk twee soorten manieren gebruiken. Dat is eigenlijk een target gaan zetten. En de target zet je als volgende: we doen namelijk slash spot, dan daarna target, dan de naam naar keuze, bijvoorbeeld YouTube. En als ik nu een flow wil meegeven. Of een tijd, moet ik eerst meegeven, natuurlijk. Hoe lang moet hij erover doen voordat hij naar dat punt gaat? Bijvoorbeeld 2 seconden. Dan kunnen we eigenlijk een flow kiezen. En de flow is fast-slow-linear-middle-fast-middle-slow-slow-fast. Fast-slow betekent snel en dan traag. Linear is de gelijke snelheid. Middle-fast is gewoon een uh, snelle snelheid. snelheid. Volgens mij dezelfde. En dan slow, fast, strak en dan snel naar de positie. Ik neem vast slow. En dan kunnen we enter klikken of coördinaten meegeven. Ik klik op enter en je ziet het. Hij is nu naar mij toegekomen. Maar als we bijvoorbeeld coördinaten gaan opgeven. Bijvoorbeeld naar deze positie. Dan zien we dat hij zich verplaatst naar deze positie. Ga ik hier staan en ik wil deze positie hebben. Hup, hup, hup. Dan zie je dus dat hij eerst snel gaat en daarna traag gaat naar deze locatie. En je beam of je spotlight is omgezet. Maar dan is het verplaatsen van het licht. Je kan ook de bron zelf verplaatsen. En dat doe je als volgende met slash spot. Dan move. Vervolgens de naam naar keuze. En dan kan je ook weer de tijd meegeven, bijvoorbeeld 5 seconden. Ook weer de, de keuze, en dan bijvoorbeeld naar jou. En dan zie je dus dat de spotlight naar jou komt. <laughs> Best wel grappig. Dus je kan niet alleen de bron. Of je kan niet alleen de bron verplaatsen, maar ook het licht verplaatsen. Dus licht en bron kun je beide verplaatsen met jouw spotlight. Dat is niet het enige wat we kunnen aanpassen. Buiten de bron en ook natuurlijk het punt waar je naartoe moet wijzen. Je kan ook de lengte van het licht aanpassen. En hoe je dat doet is als volgende met slash spot. Oh, dat zijn drukletters. Slash spot. Lengte. Dan vervolgens de naam van je spotlight. En dan gewoon de lengte die je wilt. Bijvoorbeeld 5. En dan eventueel kun je een tijd meegeven. En eventueel ook kun je een bijvoorbeeld snelheid meegeven. Dat hoeft niet. Kan je, bij de volgende moet je dat ook niet meegeven. En als we dat doen, dan wow, gaat de lengte in één keer naar 5. Oh ja, natuurlijk. Omdat ik hier. De, je, je moet ook volgens mij coördinaten meegeven. Oh nee, dat is vreemd. Oh, oké. Okay. Um, best gek, hij ging naar een andere positie, maar je kunt dus ook de lengte van het licht aanpassen. Nu, je kan deze tijdelijk uitzetten als hij aan het bewegen is, dus bijvoorbeeld wil hij laten pauzeren, dat kun je doen met slash //spot. Dan kunnen we pauze nemen van pauze en vervolgens de naam van die en dan kun je deze pauzeren, maar dat gaat alleen als hij aan het bewegen is. Wil je hem terug laten bewegen, dan in plaats van pauze kunnen we resume gebruiken. En dan, oh ik heb reload gedaan, <laughs> kunnen we resume gebruiken en dan gaat hij terug verder. Wil je helemaal laten stoppen, dan kunnen we eigenlijk maandag stop gebruiken en dan stopt hij. En dan met resume kun je deze terug aanzetten, met resume gaat hij dus terug beginnen. Dus op dit moment weet je de basis van een spotlight. Je kan een spotlight maken, je kunt het type kiezen, je kunt het type aanpassen of de kleuren aanpassen met het verschillende soorten. En je kunt deze aanpassen van richting. Jens, kan je dit alleen maar met commandos doen? Nee, je kunt het ook met commandoblokken doen. Daarom dat hier ook eentje onder staat, dat gaat dus ook. Wat je dan moet doen is slash lux, oftewel slash spot. Dan target, dat is namelijk hetgeen wat je gaat targeten, hè, wat we daar straks hebben gezien. De naam, dan ook de, weer de snelheid. Dan het snelheidstype, de coördinaten waar je naartoe wilt. En de wereld, dat moet je zeker en vast niet vergeten. En als je dat doet, dan gaat deze dus ook wel degelijk verplaatsen. Een vrij traag verplaatsen. Ja. Maar ja, je kunt het dus ook doen met commandoblokken. En als je dus eigenlijk een hele sequentie wilt doen, dan kan je het volgende doen. Maar. Een hele grote maar. Dat doet het niet helemaal. Maar ik ga het jullie toch uitleggen. Je kunt eigenlijk een queue maken. Een queue is eigenlijk een wachtlijst. En met die wachtlijst kun je koppelen aan één bepaald item. En dan kunnen deze eigenlijk veel dingen achter elkaar doen. Dat doen ze standaard al. Als ik bijvoorbeeld bij deze verschillende commando's achter elkaar ga doen. Dus bijvoorbeeld als ik die uh, length 10 doe. En dat gaat wel op het 1 seconde. Dat is wel jammer. <laughs> Zo snel ben ik niet. <laughs> Bijvoorbeeld, deze moet na 20, sec 20 seconden naar die lengte gaan, en dan daarna naar die lengte. Dan gaat hij dat achter elkaar kunnen doen. Dat kan hij automatisch al. Dat kan je dus ook al met commandoblokken doen. Je zet er gewoon heel veel, achter, heel veel op, op, op elkaar. Bijvoorbeeld op deze manier. En je maakt deze allemaal, eigenlijk alles active en een, een chain. Dus allemaal dezelfde. Dan kun je heel veel commando's achter elkaar uitvoeren. En dan gaat hij deze ook achter elkaar uitvoeren. Maar, om dat te kunnen doen moet je het volgende commando doen. Dat is eigenlijk als volgende, slash spot, dan Q. vervolgens de naam daarvan, en dan kun je drie opties nemen. Direct, finished, grouped. Direct betekent, als je een commando uitvoert, doe het ook direct. Finished betekent, wacht, na het volgende, wacht één commando af, doe dan het volgende commando. Het typ ik dat je naar die kant moet bewegen, en daarna naar die kant bewegen, dan gaat hij eerst dit doen, dan pas dat. Met direct doet hij... Dat is eigenlijk het verschil. En grouped, daarmee zou je dit eigenlijk kunnen automatiseren en heb je geen commandoblokken nodig. Maar dat werkt niet. Jammer genoeg, dat systeem werkt niet. Maar ik ga het toch omzetten naar een grouped. Dus deze, de YouTube, is nu een grouped geworden. En dan kon je eigenlijk verschillende commando's er gaan aan toevoegen. Maar dat doet hij jammer genoeg niet. Dus even voor de verduidelijking, als je deze naar verschillende posities wilt laten gaan, wat je dan doet is in plaats van grouped finished aanduiden en dan hier allemaal commandoblokken on, achter elkaar zetten. Let op, de pijl moet naar een kant, moet naar dezelfde commandoblokken wijzen. Dan zet je dit commando hier. Hierboven zet je nog, nog hetzelfde commando met andere coördinaten. En dan kun je eigenlijk je, ja, je spotlight laten bewegen. En er zijn nog een paar andere commando's, we hebben namelijk spot. Clear, en dan bijvoorbeeld de naam YouTube, dan gaat hij deze eigenlijk volledig leegmaken. Dus alle effecten zijn ervan afgenomen, maar hij blijft wel bestaan. Spot locate en dan vervolgens ook nog de naam. Dan weet je waar dat hij staat. Kun je, denk ik, ook op klikken en word je er naartoe geteleporteerd. Dus dat is best handig. Spot reload om het te herladen. Spot discord is de discord server van de, de developer. Dus daar kan je naartoe. En dan hebben we nog spot remove als je deze wilt weghalen. Ik neem bijvoorbeeld de YouTube en dan is deze weggehaald. Voordat ik mijn mening ga geven over deze plugin, gaan we heel snel eventjes naar de pluginbestandjes. Het zijn er niet veel, het zijn er maar twee. Plugins: LuxPlus, Config en Spotlights. Binnenkort ga ik trouwens iets volledig nieuws laten zien, maar dat is voor binnenkort iets met een server. We hebben hier Spotlights. En bij Spotlights staan eigenlijk gewoon letterlijk de Spotlights met al hun data. Hoef je eigenlijk totaal niet in aan te komen. En dan hebben we nog config file. Is eigenlijk letterlijk de vertaling. Je kan hier alleen maar vertalen. Dat zijn eigenlijk alle commando's die je kunt vertalen. Ja. Oh ja, en moest je iets meer informatie hebben over, of, of iets meer informatie willen hebben over een commando, doe je spot help en dan vervolgens het commando, dan krijg je de hele uitleg. Best wel handig. Maar, nu komt mijn mening over deze plugin. Is deze plugin zijn 6,55 euro waard, ja of nee? Ik neig eerder naar een nee. <laughs> ja, ik ga er heel eerlijk in zijn. Um, ja, het is een leuke plugin. Ja, je kunt van die gordijnachtige maken, maar dat kan je zelf ook met commandoblokken doen. En, en een spotlight die je continu moet laten met, met, met de commandos. Als het groepsysteem zou werken met de cues, wat bij mij jammer genoeg faalt, dan zou ik zeggen ja. Dus moest er een update uitgekomen zijn of een update uitkomen die de cues terug opnieuw nakijkt, dan zou ik zeggen ja. Koop hem, dan kan je alles zelf een beetje plannen. Of ik doe persoonlijk iets fout, dat kan ook. Maar ik heb het redelijk veel geprobeerd en de documentatie zegt er niet verder over. Dus ik weet het ook niet. Maar uh, ja, dat is mijn mening erover. Het is een leuke plugin. Maar de prijs zou de helft mogen zijn van wat het nu zou zijn. Dus ja, dat is dat. En zo zijn we het einde gekomen van deze plugin tutorial. Ik hoop dat jullie dit een hele fijne plugin vonden. Geef dan een duimpje omhoog te doen. Draai een keertje dat abonneerknopje aan en vergeet zeker en vast niet dat belletje een keertje aan te raken. want dan krijg je een notificatie wanneer dat er video's online komen. Maar mijn naam is Jens en ik zie jullie bij een volgende video. Doei.